Het ministerie van Openbare Werken heeft gisteren informatie verschaft aan aannemers over de regels en procedures van de Wereldbank in verband met het op handen zijnde rehabilitatieproject van het Saramaca-kanaal. Waarnemend directeur Satish Mohan van Civiel Technische Werken zegt dat de Wereldbank heel lang geen projecten heeft gefinancierd in Suriname. Vandaar dat is besloten de sessie te organiseren. Sowieso, dit project gaat primair de ontwateringsfunctie van het Saramaca-kanaal verbeterd worden. Maar we houden ook rekening met scheepvaart. En in het westelijk gedeelte richting uitkijk dat mensen ook het water gebruiken voor landbouwdoeleinden. Dus al die drie functies, maar primair is ontwatering. Sowieso aan de doorsteekzijde is berekend dat eigenlijk een goede rehabilitatie en een beetje extra voorzieningen dat je dat hebt. Maar aan de uitkijkzijde, daar is nu de discussie gaande om te kijken dat je ook misschien dat we daar een gemaalproject hebben. Hoe groot en wat het gemaal eruit ziet, dat wordt nu onderzocht, dat gaat onderzocht worden. En dat gaat ook dan in de aanbesteding gaan. Mohan zegt dat de bedoeling is dat de aannemers vooraf weten wat de aanbestedingsregelingen zijn en wat zij allemaal in orde moeten hebben om mee te kunnen doen. De eerste aanbestedingen zijn in het eerste kwartaal van 2023. Dus we zijn nu bezig met de voorbereidingen van de rehabilitatie van het Saramaca-kanaalproject. En op dit moment staan we op het punt om aanbestedingen te houden waar aannemers aan moeten meedoen. En omdat de Wereldbank heel lang geen project in Suriname heeft gefinancierd en de procedures van de Wereldbank enigszins verschillen van andere leningsinstanties bij IDBN, hebben we gemeend om alle aannemers die geïnteresseerd zijn in werken uitvoeren een sessie te houden, zodat ze vooraf weten van wat de aanbestedingsregelingen zijn en wat ze allemaal in orde moeten hebben wanneer ze willen meedoen aan de aanbesteding die gehouden gaat worden in het kader van dit project. Het project is bestemd voor Surinaamse aannemers. Het hoofddoel van de rehabilitatie van het Saramaca-kanaal is dat het overstromingsrisico in Groot-Paramaribo en omgeving wordt verminderd en de werking van het afwateringssysteem van het Saramaca-kanaal wordt verbeterd. Het kanaal zal eerst worden opgeschoond, waarna de schutsluis en de spuissluizen aan de Saramaca-doorsteek, de Beekhuizen, zullen worden gerehabiliteerd.